Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom. Ja, dank je. Vandaag wil ik het gaan hebben over familie, Peter. Ja. Peter, wat is jouw relatie met je voorouders en je grootvader, je grootmoeder of je overgrootvader? Ja, dus ja. Echt verder dan dat ik ken. Kijk, ik heb mijn opa en oma heb ik dan nog misschien net gekend, maar ja, mijn grootoma, opa en oma, nee, dat is te ver. Maar ja, je hoort natuurlijk wel verhalen van ze en een beetje waar ze geleefd hebben. En, ik weet onder andere dat mijn grootopa een schipper was, een turfschipper. En je hoort wel eens verhalen over hoe ze dan in de oorlog waren, hoe zij door de oorlog heen zijn gekomen. Ja, dat vind ik toch wel heel, heel gaaf. Dus het is wel mooi. Het is een beetje zo van, wat als ik in die tijd geboren was en zo. Ja, ik heb het een beetje hetzelfde. Mijn achternaam klinkt ook een beetje Duits. Mm-hmm. Het is op zich ook wel een Nederlandse naam. Maar ja, dan blijkt het dat een Beierse man die tijdens na de Napoleontische oorlogen, er was een soldaat en die kwam naar Nederland en die trouwde met een Fries. Dat is het verhaal achter de familie, zeg maar. Mm-hmm. Ja. En dat is wel interessant allemaal, hè? Van, ja, wat deden ze? Want het is een totaal andere tijd dan nu. Ja, zeker. En nu we dat stukje achter de rug hebben, even leuk praten. Mm-hmm. Wil ik het gaan hebben over onze voorouders en onze familie eigenlijk. Want ik wil het vandaag gaan hebben over Neandertalers, Peter. Oh, dat is een stuk verder. Ja, dus zijn dat nou wel onze voorouders? Zijn het niet onze voorouders? Zijn we eruit voortgekomen of niet? Dat is een beetje lastig. En ik heb het gevoel dat de media de Neandertalers, het wordt steeds beter. En ik denk dat de algemene kennis er ook steeds beter van wordt. Maar ik heb het gevoel dat, dat er gewoon niet duidelijk neer wordt gezet hoe ze nou waren en hoe het nou werkelijk zat. En dat wil ik een beetje rechtzetten. Want ik word er wel een beetje gek van, Peter. Want niemand kent hem goed. Ik word er net zo gek van als jij met de Chimaira eigenlijk was. Ja. Weet je, het is maar een holbewoner en die is harig. En die kan alleen maar hoeka, boeka, boeka. Groot en harig en weet ik veel wat. Rondlopend in dierenvellen. Ja, het ding is, er zitten wel kloppende dingen tussen. Ja, we droegen dierenvellen, maar allereerst, het haar is altijd naar buiten. Mm. Nou, in het echt is dat niet zo. Als je kijkt naar moderne stammen of voorbeelden van mensen die dus nog steeds zo dragen, dan dragen ze altijd het haar naar binnen, want dat is warm. Oh, dus als je net een vel hebt, ja, oké. En het leer dat, dat wordt minder snel doorweekt. Ah. Dat soort dingen. Weet je? En allemaal knotsen en weet ik veel wat. En ja, allemaal lelijke holbewoners. De term holbewoner is zo achterhaald, Peter. Ja. Yeah. Ik wil graag een beetje de geschiedenis van de Neandertalen doorlopen. En daarvoor gaan we terug in de tijd naar niet zo ver in de tijd eigenlijk. Want ze zijn genoemd naar de Neandertalervallei. Neandertaal, Neanderdal eigenlijk. Ja, een dal. Neandertaal, ja. Okay. Een Neanderdaller eigenlijk. Ja. En het ding is, je hebt Neandertaler 1. Mm-hmm. Die is gevonden in 1856. Mm-hmm. En dat is degene waar we hem naar zijn gaan noemen. Het ding is, het was niet het eerste Neandertaler skelet dat we hebben gevonden. Nou ja, het was de eerste die we hebben beschreven. Ja, oké. Maar je had ook een schedel, een Neandertaler schedel, die is gevonden in 1829 door meneer Philippe Charles Schmeling. Mm. En dan denk je, dat is een Duitser, maar het was dus een Nederlandse naturalist. Oh, really? Oh. En hij is niet gevonden in Duitsland, hij is gevonden in België, in de grottes, de Engis, dus ik denk ergens in Wallonië. Mm-hmm, mm-hmm.
Maar ik kan het niet goed uitspreken. Grottes Dengis. Ja, de De NG's. Engis Caves. Dus dat had ook NG-stalers. Oh nee, Ja. de NG's grotters kunnen zijn. Ja, Grotte de Engi. Weet je, dit is gevonden in Wallonië. En, vlakbij het dorpje Aviers in Clemal. Dus ja, daar is de eerste Neandertaler gevonden. Alleen dat wisten we toen nog niet. Weet je, we hadden nog geen archeologie en paleontologie waren toen nog niet helemaal. En het lijkt waarschijnlijk gewoon erg op een mensenskelet, hè? Ja. En het was ook, ze waren per ongeluk gevonden. Dus ja. En dat was nog voordat de evolutietheorie er was. Dus mensen hadden ook nog niet echt de gedachte dat ja, er iets anders kon zijn dan dat wij zijn. Dat we voortstonden uit andere primaten. Weet je? Want 1856, schoolleraar Johann Karl Fulrot, die herkende dus de botten van de kleine Veldhovengrotte in de Neandervallei, Neandertaal 1. Hij herkende ze als anders dan andere mensen. En meneer Veldhoven gaf ze aan Herman Schaafhausen. En om ze te bestuderen in 1857, ik wil de hele tijd 1957 zeggen. Dat is Ja, lastige heel 18. lastig. Het skelet had dijen, het cranium, Ah ja, dus de schedel. het borstbeen, de rechterarm, de rechter of de linker bovenarmen, zeg maar. Twee spaakbenen. En een, ja, een stukje van het, niet het heupbot, maar daaronder. Dus ja, het was een, niet een compleet Nee, skelet, maar weet je. best veel dus, ja. Ja, en er waren ook schouders en wat ribben, zeg maar niet helemaal compleet. Dus het was een vrij, ja, welomvattend skelet. Weet je, ze hebben ervan kunnen zien dat het toch wel een ander mens is dan de Homo sapiens sapien. Want het ding is, je hebt de Homo neanderthalensis, en daar hebben we het nu over. Maar weet je wat de echte naam van de Neandertaler is, Peter? De Latijnse naam? Nee, ik denk het niet. Homo sapiens Ah neanderthalensis. ja, dat was het, hè? Ja. Ja. Ja, dus het is gewoon een Homo sapien. Het is een Neandertaler, maar ze staan heel dichtbij Homo sapiens. Ja, zo dichtbij dat ze konden voortplanten nog, hè? Dus het is Ja. niet een soort die zo ver weg is dat het niet meer mogelijk is. Ja. Ja, dat is inderdaad zo. En het is lastig om uit te leggen waardoor dat komt. Weet je, het heeft onze visie van een soort is een soort als het levensvatbare en vruchtbare nakomelingen kan krijgen. Ja, want er zijn voorbeelden van dieren. Bijvoorbeeld, je hebt een Leigers leiger, en inderdaad, een tijger en een leeuw. ja. Die krijgen dus een baby en dat heet dan een leiger. Maar zo'n leiger kan dan geen nakomelingen Ja, krijgen. maar een muildier en een Muilezel, inderdaad, muilezel, hè? ja, die worden beschreven al, die worden het vaakst in dit voorbeeld beschreven. Ja, dat is een paard en een ezel, ja. Ja, het vrouwtje daarvan kan wel nakomelingen krijgen, dacht ik, maar het mannetje niet. Dus een ezel en een paard zijn niet dezelfde soort. Maar ja. Maar nee, Neandertalers en mensen wel, maar ook niet helemaal. Nee, het blijft lastig. Het is biologie. Het is heel lastig, ja. En ik stel me dan voor dat, dat het een soort van een Twix en dan een B-merk van de Lidl, dat gewoon een Twix is, maar niet dezelfde naam heeft. En die passen dan nog wel op zich in hetzelfde zakje, maar een Snickers, dat zou dan niet meer. Weet je, het is allemaal chocola, maar zo zou ik het voorstellen. Maar alsjeblieft, hè, ik ben een amateur. Neem niks van mij als Nou ja, feit aan. en we zullen altijd wel weer een diersoort ontdekken die het dan de Ja, buiten die het buiten boot helemaal valt, op zijn ja. kort. Ja. Ja, je hebt nu bijvoorbeeld de drakenman, de Homo longi, zeg ik uit mijn hoofd. Mag ik dat even opzoeken? Tuurlijk. Hey, Homo longi, de drakenman. En die schijnt dan nog dichter bij de Homo sapiens te staan dan eigenlijk de Neandertaler. Maar ja,
weet je, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Dus Ja, oké. Okay. het, weet je, we vinden zoveel en we weten zo weinig. Daarom is het belangrijk dat de wetenschap doorgaat, want we leren steeds meer. Weet je, maar de Neandertaler stond wel heel dichtbij. Ja. En de evolutietheorie van Charles Darwin, die was toen net uit. Dus meneer Fulrood en Schaafhausen, die waren zo van, ah, weet je, het zou best kunnen dat, dat dit een oude mensensoort is. Toen kwam dus helaas de definitie dat mensen van barbaars en wilde naar beschaafde gingen. Dus Neandertalers waren barbaarse grottenbewoners, holbewoners. Ja. 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 Zo kijken we altijd, zeggen we van, ach, wat waren we vroeger toch dom en barbaars en simpel. Ja. Maar het kon natuurlijk niet, hè, want we hadden maar één vondst gedaan. En daar kan je niet van baseren dat, dat het een hele nieuwe mens is. Nee, dat is zo. Het kan gewoon een rare mutatie zijn, hè? Dat is zeker waar. Ja, dat is precies wat er gebeurde, Peter. Goed dat je net zegt. Er werd gezegd van, ja, hij was gewoon senaal. Oh my god. Hij was gewoon dement. Ja. Het was echt van, nee. Echt. Zo jammer dit. En, het kan, maar weet je, als wetenschap moet je dan zeggen van, ja, het kan, maar het kan ook niet. Dus je kan er geen conclusie aan. Ja, zolang er maar eentje is, dan maar goed, gewoon verder zoeken, ja. En nou, rond begin 1900 waren er al talloze Neandertalers gevonden. Mm. Dus toen was het zo van, Homo neanderthalensis is een daadwerkelijke soort. Oké, okay, heel goed. Wow. Ja. Ja, weet je, het is wel. Ja, weet je, het zijn gewoon mensen. Ja. Er was een Neandertaler gevonden in La Chapelle-aux-Seine. Mm-hmm. Ja, hij wordt beschreven als The Old Man. En dat is een van de belangrijkste, zeg maar. En ja, daar wordt hij weer neergezet als een voorovergebogen, barbaarse aapman. Ja. Ik bedoel, ja, weet je, aapman klopt, maar ja, we zijn allemaal apen. Ja. Het ding is, we zijn een andere soort apen en niet, dat betekent niet dat we primitief zijn. Ik vind chimpansees en gorilla's vind ik ook niet per se wild of primitief. Weet ik veel, maar nee, als je daar wel eens filmpjes van ziet, ja. Ja, heel slim. Maar dat is een discussie voor een andere keer, daar ga ik nog niet op in. Oh, het is trouwens heel schattig. Er is een filmpje, daar hebben ze gorilla's hebben ze geheim gefilmd. Mm. En dan zijn ze aan het neurien, ze zijn aan het zingen met z'n allen. Het is zo oh, hard. Dat is te gek. Maar zo van, ja. Dat doen apen dus ook, gewoon een beetje. Ja. Dat is toch en dan gaat er gewoon iemand meedoen, natuurlijk. Ja, fantastisch, ja. Ja. Ja, en dan, ik kan me alleen maar voorstellen hoe de Neandertalers zich gedroegen. Ja, natuurlijk. Want daar ga ik het later over hebben. Maar, weet je, het waren gewoon mensen. Ja. Ze deden precies wat Homo sapiens deden. Mm-hmm. Maar het waren wilden, hè. Dus dat kon niet. Ja. Of zo. Maar ja, er werd dus steeds meer, rond de jaren 50 begonnen mensen steeds meer te herwerken hoe Neandertalers zich gedroegen en wat we over ze wisten, zeg maar. Dus weet je, er werd steeds meer, ja, er werd ook gespeculeerd van misschien waren ze juist niet te onderscheiden van moderne mensen of van Homo sapiens, mm-hmm. de moderne mens. Ja, ja. In 1950 kwam er een roman uit, The Inheritors, en daar worden Neandertalers veel emotioneler en beschaafder neergezet. Mm. Ja, ja. Klopt, dat was ook zo. Hmm. Weet je? En tegenwoordig is er steeds meer duidelijk dat het gewoon mensen waren met hun eigen gedragingen en eigen cultuur. Ja. En we vinden er ook steeds meer van. Hmm. En ze zijn wel duidelijk uit elkaar te houden. Dus aan het skelet kun je inderdaad wel zien dat het anders is. Wat is er dan anders? Ze zijn wat groter, wat steviger, begreep ik? Of? Ja, ik wilde inderdaad net overgaan in
Wat onderscheidt een Neandertaler nou van een mens? En waar kwamen ze nou vandaan? Dat is lastig. De meest voorkomende theorie, maar ik heb ook weer artikelen uit april gelezen. Er werd gezegd dat de Homo heidelbergensis, de Heidelbergmens, die zou een directe voorouder zijn van Homo sapiens en Homo sapiens neanderthalensis. Maar dat is dus questionable of direct een voorouder is of dat er nog een missing link is. Dus in Afrika en andere plekken had je de Homo heidelbergensis en die begon zich te verspreiden en toen veranderde die in een Homo neanderthalensis. En Denisovanen, dat zijn weer andere mensen. En Neandertalers en Denisovanen, die waren dichter bij elkaar gesplit dan Neandertalers en mensen. Dus je hebt natuurlijk die vinken, hè, van Darwin. Nou, wij waren net zo. Wij zijn, zeg maar, ergens had je een Heidelbergmens en die ging linksom en rechtsom. En wij gingen waarschijnlijk rechtsom. En een Neandertaler ging linksom. Die ging naar Europa alvast. Maar inderdaad, wat onderscheidt ze nou van een Homo sapiens? Allereerst, ze waren klein van postuur. Dan hebben we het over 1,57 voor vrouwelijke Neandertalers en 1,60 ongeveer voor mannetjes, zeg maar. Mannelijke Dat is ook wel grappig. Als je Neandertalers. denkt aan Neandertalers, denk je aan grote gasten, maar ja, dan zijn ze Ja. dus kleiner dan dat ik ben. Ja, maar het ding is, ze waren misschien ook wel zwaarder dan wij, want ze waren wel gedrongen gebouwd. Weet je, dat zie je ook met mensen die wij als klein zien, die worden gauw wat breder, hè, wat gespierder. Ja, en als je heel veel fysiek werk doet, ja, dan word je Ja. ook zo'n gedrongen. En Neandertalers waren units, Ja, hoor. natuurlijk, ja. Maar je moet je wel voorstellen, Homo sapiens waren iets groter, maar toen waren ze nog niet zo groot als dat we nu zijn. Nee, Dus dat nu is zijn pas de we laatste echt, jaren heel snel gegroeid. ja. Dat komt puur omdat we goed eten hebben nu en voldoende ruimte om te eten. Ja, want dat is ongeveer twee generaties terug, waren we toch allemaal gemiddeld 160. En nu in Nederland meer richting de 180. Ja, en Geloof ik. dat schijnt dus te komen door seksuele selectie, hè? Omdat Oké. Nederlandse vrouwen die wilden graag lange mannen. Nou, lange mannen die kregen veel kinderen, dus blijkbaar, ik weet niet of dit zo is. En dat ging steeds door. Ja, en ze zeggen vaak voeding inderdaad ook. Ja, voeding is niet per se een oorzaak, maar het is een benodigdheid. Als je goed kan eten, dan kan je ook groeien. Dat is een beetje een ding. Ja, dus als je dezelfde persoon hebt en je geeft hem minder voedsel, dan zal hij waarschijnlijk minder lang worden. Ja, maar bijvoorbeeld als jij een lange nek hebt en daar kan je meer eten en je wordt groter omdat je dus nog meer moet gaan eten en daarvoor word je langer en dan kan je hogere bomen bereiken, dan word je ook groter. Dus ja, zijn allerlei theorieën voor. Maar een Neandertaler, die was dus vrij klein. En hun schedel, hun wenkbrauwboog was iets. Ja, die had meer een soort van. Bij ons is hij plat en daar had hij echt een stuk bot, zeg maar. Een soort van richel, een wenkbrauwrichel. En ze hadden wat kortere armpjes, kortere beentjes. Ja, eigenlijk. Gebouwd als dwergjes, zeg maar. Heel kort, gedrongen en sterk. En hun borstbeen was ook wat sterker gebouwd. Ze waren echt gebouwd op kracht, zeg maar. Wij zijn meer gebouwd op lange afstanden lopen en heel lang kunnen hardlopen. Terwijl Neandertalers, die schijnen wat beter geweest te zijn in sprinten en krachtwerk. Want ze moesten natuurlijk grote stukken mammoetvlees over de schouder heen hijsen. Dat vergt veel kracht. Veel bergen, berg beklimmen en zo. Berg beklimmen, maar ook het schijnt dus dat ze ook waren aangepast op de ijstijd. Want die was ook aan de gang in hun tijd.
En ze hadden een hele platte neus vergeleken met ons vooruitstekend ding. Ja, onze uitstekende neus. Ja, onze uitstekende neus. Ja, die van hun was platter. Ja. En er zijn twee theorieën. Ofwel de neus verwarmde lucht zodat ze het warmer kregen. Of het zorgde er juist voor dat ze hitte verloren, waardoor ze niet gingen zweten in de kou. Ja, oké. Dus dat. Maar ze hadden dus blijkbaar ook speciale vetopslag, waardoor ze meer vet op konden slaan. En dat is natuurlijk ook goed Ja, tegen in de kou kou, hè? zeker, ja. Ja. Dus zo zijn ze allemaal goed aangepast aan hun leefomgeving. Oké, ja. Ja, ik snap nu wel een beetje dat ze dus, hè, je hebt dan gewoon de Afrikaanse stammen, daar is gewoon, zeker toen was het gewoon lekker warm, aangenaam warm. En dan, ja, ga je inderdaad tot Europa binnen, waar het best wel koud is. Een beetje rotsachtig allemaal. En dan denk Ja, ik je. kan me voorstellen dat je daar toch wel heel erg anders door opgroeit. Ja. En ze hadden wat ruigere omstandigheden, denk ik. Maar goed, Afrika was ook geen pretje. Het was Nee. heel droog, hè? Dat is het nu ook al. Maar toen, tijdens de ijstijd, is een wereld ook heel erg droog. Oké, dus toen was er Ja. geen ijs in Afrika, maar Nee, was het wel maar heel wel droog. heel veel hitte en woestijn en weet ik veel wat. Ja, lastig. Maar Neandertalers hadden geen droogte, die hadden gewoon heel veel kou en heel veel extreme. Want ofwel het was koud en dan kwam de zomer en dan was het ook wel koud, maar dan was er opeens geen ijs meer. En je moest de hele tijd meetrekken met je prooi. Dus dat zorgt voor een heel ruig en intensief leven. Ja. Weet je, Neandertalers, er wordt geschat dat 80% al dood was voordat ze 40 werden. Oef. Ja. Oef, oef. Ja, het was een stuk ruiger dan nu. Ja. Maar hoe zit dat dan? Het waren toch holbewoners? Nou, zoals ik al net zei, ze trokken met hun prooi mee, net zoals Homo sapiens. Dus eigenlijk waren het net zoals Homo sapiens een soort van. Ja, niet een soort van. Dat waren gewoon jagers en verzamelaars. Ja. Weet je, ze aten besjes, maar ze aten ook mammoeten. En ze waren wat fysieker in hun jachttechnieken, maar ze gebruikten ook strategie. Dus in dat opzicht waren ze niet heel anders dan, dan de moderne mens. Ja. Maar ze hadden wel een iets andere levensstijl dan jagers en verzamelaars, want ze waren niet per se van het vastzettelen, maar ze hadden wel een soort van langer basecamp. Dus als ze met bepaalde periodes en seizoenen gingen ze wel trekken, maar ze bleven wel ergens langer zitten, zeg Oké, maar. ja. Maar het is niet dat ze gewoon dag in dag uit in een grot leefden, maar ze bleven gewoon een paar maanden of zo bleven ze dan op een bepaalde plek wonen en dan trokken ze weer mee met het voedsel, Ja. want het werd winter. Ja, precies. En Ja, met ja. de winter wil je niet per se in Siberië blijven zitten. Nee. Sommige mensen kunnen dat, maar ik Ja. denk ook dat er genoeg clans waren die het wel deden. Ja. Dat is ook wel zo. De seizoenen zijn duidelijker in Europa. Ja. Je hebt in sommige landen, bijvoorbeeld in Indonesië, heb je alleen maar het warme seizoen en het regenseizoen. Ja. Maar ze hebben geen winter, ze hebben geen herfst, geen. Nee. Weet je, dat is niet echt duidelijk op die manier. Wij Nee. hebben dat veel extremer, veel meer met de wisseling daarin. In Japan schijn je wel. Daar is het ook vrij lang warm, natuurlijk. En op zich, in bepaalde stukken wordt het natuurlijk wel echt winter. Maar in zuidelijke eilanden heb je nog wel. Is het dan nog wel warm boven water, maar dan als je in de zee stapt, dan voel je wel dat het winter is, zeg maar. Ja, dus dat is gewoon. Wij leven hier in. Oh ja, het is nu winter. En dan is het in ieder geval niet zonnig. Maar op bepaalde plekken is dat totaal. Maar toen had je echt. Het is winter en dan is het minder winter. Weet je, het ijs is weg, maar de grond is nog steeds dik bevroren. Ja. Weet je, er waren ook niet zulke mooie loofbomen zoals je ze nu hebt. Misschien in Italië wel.
Maar bij ons was het gewoon Rusland weer. Ja, Weet je, het precies. was gewoon Siberië klimaat. Dus alles was koud en er was heel veel gras en misschien wel van die permafrost plantjes. Maar echt grote bomen, ja, die waren er niet veel. Oké, ja. Ja, Ja. is wel heftig. Ja, dus dat was veel extremer. En ja, dan vraag je natuurlijk, maar waar leefden ze dan allemaal? Leefden ze nou alleen maar in Europa? Nee. Ze hadden echt wel een wijdgespreid gebied, want ze zaten in West-Europa, maar ook in Centraal-Europa en Oost-Europa, in de Mediterranee. Ze zaten waarschijnlijk ook wel in stukjes Afrika. Niet heel ver, want ja, niet verder dan bijvoorbeeld de Sahara op zijn meest. We hebben ook geen bewijs gevonden dat ze in Afrika zaten, maar er zijn wel Afrikanen met Ja, op Neandertaler-DNA, die manier. maar veel minder. En dat kan betekenen of ze hebben wel ooit contact gehad met Neandertalers, of het is nog een restant van de aftakking van Neandertalers die van Homo heidelbergensis naar Homo sapiens gingen, maar dus ook nog Homo Neandertaler werden. Heel ingewikkeld. Maar in ieder geval, het percentage in mensen boven de Sahara is in ieder geval groter. En dan hebben we het over 2 à 3%. En in mensen onder de Sahara is dat 0,3% Neandertaler DNA. Dus dat is een stuk Ja, dat is minder. toch wel een verschil, Maar hè? de genbijdrage, dat is misschien wel 20% door de gehele mensheid heen. Zeg maar. Dus er zijn wel dingen die Neandertalers mee hebben gegeven aan Homo sapiens. Maar ze zaten dus in heel Europa, weet je, ze zaten overal. Maar ze zaten ook in Azië. Tot de Altai, nou dat is alleen Mongolië, Rusland en China. Best ver. En zaten in Zuid-Siberië. Nou, als het nu al koud is, dan wil ik me niet voorstellen hoe het in de ijstijd was. Zo, ja. Maar moet je nagaan, man, hoe groot zouden die gletsjers niet zijn? Ja, Zo echt. heet dat. Dus ja, ze waren wel echt een trekkend volk. En ze zaten, nou ja, niet zo wijdgespreid als de Homo sapiens uiteindelijk kwam, maar nog steeds Impactvol, best wel ja. indrukwekkend. Ja, gaaf. Ja, ik had toch het idee dat het vooral Europa was. Maar ja, inderdaad. Kijk, grenzen bestonden ook nog niet echt. Ja, er is ook iemand gevonden in Zuidoost-China, de Mababam. En ja, het zou kunnen dat dat een Neandertaler was, maar we weten het niet zeker. We denken dat het misschien een andere was, maar dat betekent wel dat er in ieder geval, ja, een verspreiding was. Want het hoeft niet per se een Homo Neandertaler te zijn. Kan iets zijn dat erop lijkt. Weet je, kip of het ei. Ja, uiteindelijk werd het de kip, maar ik weet niet wanneer. Weet je, dat is zo lastig. Want we zien een foto van een moment in een leven van een soort. Weet je, als je al jouw foto's op elkaar zet, Peter, of naast elkaar, dan zie je een klein jongetje, nou, een schoolkind, een tiener, en dan krijg je adolescentie, nou, 18-jarig, nou, misschien wel 20, 21-jarig en zo voor 25-jarig. En dan, wanneer ben je nou volwassen, Peter? Vanaf welk punt zeg jij, nou, daar was ik volwassen? Ja, en als je dan een dag aanwijst, dan van waarom niet de dag ervoor dan? Ja, Ja, dus dat is heel moeilijk. en dat is ook met Neandertalers zo. Ja, wanneer was het iets anders? Weet je, wanneer was het nou een Homo sapiens? Ja, weet ik veel. Het is zo lastig om het te zien overgaan. Ik weet nog dat ik een gesprek met jou had van ja, het lijkt mij wel heel eenzaam, want het was een sapiens soort. Weet je, ze wisten hoe de wereld in elkaar zat. Ze zagen patronen en ze konden waarschijnlijk, ja, ze konden gewoon rationeel denken. Hoe zou het voor de laatste Neandertaler zijn geweest? Weet je, die stierf waarschijnlijk eenzaam.
Maar daar wil ik op terugkomen. Want waarschijnlijk, behalve in een aantal gevallen, maar dat komt niet omdat de Neandertaler uitstierf, maar gewoon omdat er een Neandertaler geen groep had. Ja. Maar het ding was, ik denk niet dat ze eenzaam stierven, want ik denk gewoon dat dat is ook wat er wordt gezegd. De laatste Neandertalers gingen op in de moderne mens. Weet je, want we gingen met elkaar voortplanten. Dan kreeg je Homo sapien Neandertalertjes. En dan had je dus Neandertalers en mensen, Homo sapiens. En dat was een hybrid. En dan ging die weer voortplanten met waarschijnlijk andere Homo sapiens of volbloed Homo sapiens. En de genpool werd steeds wat uitgestrekter. En dan kreeg je dus eigenlijk gewoon mensen die Homo sapiens waren en geen Homo neanderthalensis meer. Maar zoals we zeiden, we kunnen niet zeggen wanneer die split nou echt van, oh, het is geen Homo neanderthaler meer, het is nu een mens. Dat is lastig om te zeggen van, oh, wanneer is iets nou niet meer? Weet je? Nee, Het dat is kan je gewoon niet makkelijk. doen. Het zijn allemaal mensen. Ja. We zijn allemaal verschillend op onze eigen manier. Ja. En er zijn volgens mij echt voorbeelden van Neandertalers en mensen in Irak en Syrië. Daar waren grotten en daar kwamen dus mensen echt Neandertalers tegen. Oké. En ja, er wordt gezegd dat er werd gevochten. Ja, vast. En Peter, waarom zijn ze er niet meer? Ja, ze zijn uitgestorven. Ze Ja. waren, dat is natuurlijk eigenlijk wat je altijd hoort. Ze waren achterhaald, zeg maar. Ja, Dus. maar hoe dan? Hoe zijn ze Waarom zijn uitgestorven? ze uitgestorven? Omdat ze natuurlijk niet, niet slim genoeg waren. Wij waren slimmer, hè? Dat is een beetje het Ja, gevoel wat je wij erbij waren krijgt. slimmer. Ja, nee, we waren duidelijk een beter design. Ik denk dat het gewoon een beetje toeval en mazzel is altijd, hè? Bij evolutie is Dat alles is een het beetje ook. toeval en mazzel. Het ding is, er zijn heel veel hypotheses die bijdragen. Weet je, ik denk dat het gewoon een combinatie is van heel veel verschillende factoren die worden genoemd. En ik denk dat het ook wel inderdaad, wat een belangrijke factor is dat ze gingen voortplanten met andere Homo sapiens. En dan krijg je dus eigenlijk een mens. En of dat als een Neandertaler wordt geclassificeerd of een Homo sapiens, dat is lastig, weet je. Misschien zijn we wel Homo Neandertalers, alleen vinden we het van niet. Ja, Weet je? nou ja, er zit dus Maar goed. blijkbaar wel een periode dat ze wat op zichzelf haarden. Ja. En er is dan een periode dat het is overgegaan naar Homo sapien. Ja. En dus dat zie je wel in de botten dat wij er anders uitzien. Dus blijkbaar is het toch dat die Homo sapien wel wat beter was in verspreiden of wat succesvoller of ja. En dat is ook een idee dat Homo Neandertalers, die hadden een wat minder grote populatie. Er waren wat minder Ja. snel in voortplanten. En Homo sapiens, die deden dat enorm snel. Nou, als je naar de huidige getalen van de wereldpopulatie kijkt, wil ik dat graag geloven. Dus dat is wat de Homo Neandertaler een beetje de das omdeed. Er kwamen steeds meer Homo sapiens, die hadden meer ruimte nodig. Dat namen ze af van de Neandertalers. Of de Neandertalers gingen op in een clan, in een Homo sapien clan. De ijstijd ging weg. Nou, misschien was dat wel heel zwaar voor ze. En aan de andere kant, wat is er dan gebeurd met de Neandertalers die niet in een koud klimaat leefden? Weet je? Dus het is lastig te zeggen wat er nou gebeurd is. Maar ik denk in ieder geval dat er een heel gecompliceerd verhaal te vertellen is. En dat er gewoon heel veel omstandigheden bijgedragen hebben aan de ondergang van de Neandertalers. Weet je, dat het niet een één reden heeft, maar gewoon zoveel stress en evolutionaire druk dat er uiteindelijk gewoon een laatste Neandertaler was. En of dat nou een Neandertaler Homo sapien was, dat weet ik niet. Maar het is wel bewezen dat ze echt met de moderne mens hebben voortgeplant. Want er zit dus nog wat DNA in ons
In ons DNA. Ja, in ons DNA. Ja. Dus ja, het schijnt dus ook dat we beter tegen ziektes kunnen. Misschien heeft onze vetopbouw, onze vetlaag, heeft dat wat invloed van Neandertaler gen. Sommigen zeggen huidskleur, maar ja, ik denk dat Neandertalers net zo zo'n gevarieerd huidskleur en uiterlijk hadden als wij. Ja, dat lijkt me toch meer een klimaatding, Ja, vroeger werden ze afgebeeld als allemaal wit, maar je ziet nu steeds meer dat ze ofwel een bruine huidskleur, en in het Midden-Oosten hebben ze misschien ja, inderdaad een wat Grieks of Turks uiterlijk. hè? Weet je, het is allemaal gewoon klimaat, weet je. Ja, een huid reageert op wat hem gegeven wordt of op wat hij eet. Weet je, Ja, je ziet oh dat ja, tuurlijk, ja. Aziatische mensen die zijn over het algemeen van een wat lichtere huidskleur, behalve als je in warmere landen terechtkomt. En dan kom je opeens bij Inuits in het hoge noorden en die zijn dan opeens pikzwart. Terwijl ze leven in de Noordpool. Waarom zijn ze niet wit? Nou, dat komt waarschijnlijk omdat ze heel veel vitamine D krijgen van hun voedsel. Ja, want dat is het inderdaad, hè. Als je vitamine D krijgt van de zon, maar je moet er niet. Je moet er wel genoeg van krijgen, ook niet te veel of zo. Maar als je dus echt in de Sahara woont, dan krijg je zoveel zon, Ja. dan verbrand je alleen maar. Dus dan moet je een donkerdere huid. Maar als je een Ja. donkere huid hebt in Europa, dan neem je eigenlijk te weinig vitamine D Weinig op. vitamine D op. Ja. Ja, dat is een beetje de basis, maar er zit veel meer achter natuurlijk. Ja, en dat uitleggen, daar heb ik gewoon te weinig onderzoek voor gedaan. Daar moet je Tuurlijk. echt rapporten voor gaan lezen. Zijn er genoeg? Ja, er zijn genoeg. Ja. Je kan er genoeg Ja. lezen hierover. Ja. Maar het is wel goed om af en toe een testje te doen of je genoeg vitamine D hebt in je Ja. lichaam. Ja. Dat je dan weet of je Ja, dat genoeg denk ik zon ook, ja. krijgt of dat je. Ja, ik heb wel eens mensen gehoord die dat hadden. En dan moesten ze dan toch, ja, of bijslikken of meer zorgen dat ze buiten kwamen. Hey, nu je het zo leuk hebt over voeding, laten we het hebben over een paleo-dieet, Peter. Ja, wat aten ze? Hè? Wat, Alleen maar nootjes en zaden. ja, alleen maar nootjes, zaden en vlees, blijkbaar. Mensen, een paleo-dieet is gevarieerd. Erg En het gevarieerd. ding is, het hangt van de plek af. Er is niet één paleo-dieet. En er wordt dan gezegd, ja, ze aten geen koolhydraten. Tuurlijk wel. Weet je? De eerste, de beste aardappel die ze vonden in Amerika, die werd opgegeten. Dat kan ik je vertellen. Maïs. Het ding is, je eet wat je kan vinden. Ja, niet kieskeurig Weet zijn. je? Ik wil ook niet weten hoeveel Neandertalers er zijn gestorven omdat ze dachten, hé, dat is een lekkere noot. Of, Ja, oh, dat is een natuurlijk. lekkere paddenstoel. Altijd paddenstoelen. Paddenstoelen zijn het teken van giftigheid. Eet maar niet. Nee, als je er niet veel verstand van hebt, Nee, dan zijn ze gevaarlijk. doe Maar maar er zijn niet. ook heel veel eetbare paddenstoelen. Tuurlijk. Alleen, Doe eens een leuke cursus. ja, als je niet weet wat een plant of dier of paddenstoel is, eet het niet. Hè? Dat deden heel veel Neandertalers en moderne mensen deden dat vroeger ook niet. En als ze dat wel deden, dan was het hit or miss. Hè? Soms was het, dat is wel lekker, dat ga ik vaker eten. En soms was het een einde van een bloedlijn. Ja, je kan sommige dingen testen, hè, door het op je huid te smeren en kijken of het iets Ja. doet, maar Maar dat ja. is een heel lang proces. En Ja. daar moet je echt heel veel tijd voor nemen. En als één Neandertaler stierf omdat hij een verkeerde plant at, dan wist de hele clan. Dat doen we Ja. nooit meer. En ja, dan had je allerlei. Dat werd ook opgeslagen. Hè? Van, oh ja, die ene rode bes, die moet je niet eten. En die andere rode bes, die is ontzettend lekker. Die is vet lekker, ja. Waarschijnlijk waren het gewoon omnivoren. Weet je, ze aten net zoveel noten en wortels en besjes. Want dat kunnen we ook zien aan hun tanden. En dat is wel grappig, want planten, dat is best wel zwaar om te eten. Ja. Je ziet ook met koeien die hun tanden groeien hun hele leven door. En bij Wow. Neandertalers kunnen we ook zien dat de planten wel echt hun tanden hebben laten slijten. Jeetje, ja. Bij Shanidar in Irak, dat is dus de plek waar ik het over had, waar Neandertalers en mensen samenkwamen.
daar is dus ook bewijs dat ze de graan en gerst aten. Oh ja, oké. Dus ze hadden echt wel een gevarieerd dieet. Ze hadden ook waarschijnlijk dennenappels en ze aten mos. Dat kunnen we in de tanden zien gewoon. En de microbiologische wetenschap. Er is dus gewoon bewijs voor in bepaalde skeletten en mensen die we gevonden hebben. Gaaf hoor, ja. Ja. Dus ze hadden echt een complex dieet. Maar Peter, kom op, hé, daar zijn we hier toch niet voor. We willen weten wat ze echt aten. Ze aten mammoeten, ze aten elkaar, ze aten sabeltandtijgers, holenleeuwen. Dat sowieso, ja, ja, ja. Grottenberen. Mm-hmm. Oké, nou, het is niet helemaal fout wat ik je zeg. Er werd gedacht dat het aaseters waren. Mm, maar ja, er is wel duidelijk bewijs dat ze wel echt jagers echt joegen, ja, zeg maar. Ja. Ook een kudde voortjagen. Weet je wel, de Lion King techniek. We zorgen dat een kudde een afgrond inloopt. Dus dat deden ze wel. Ja. Maar zo zou ik het inderdaad ook aanpakken. Want als ik een soort stier wil gaan vangen of zo. Ja. Zorg dat die ergens in een valstrik lokt of zo. Ja. Ja, we weten het niet zeker. Sommige mensen zijn het er mee eens. Sommige mensen zijn het er niet mee eens. Okay. Maar dat is altijd zo. Ja. Maar ze waren waarschijnlijk valstrikjagers. Weet je. En de benen worden wel gebruikt als bewijs van, oh kijk, ze sliepen waarschijnlijk stiekem dichterbij en dan renden ze erop af en dan staken ze hem snel, zo snel mogelijk neer. Ja. En ze zetten misschien vallen of dat werd ook gezegd. Neandertalers joegen niet met projectielen, maar dat deden ze waarschijnlijk wel, want ze hadden vrij robuuste speren, maar die waren zo goed gebalanceerd dat ze eigenlijk ook gewoon gegooid konden worden. Oké, gaaf, ja. De moderne mens, die hadden wat slankere, atletiekachtige speren. En terwijl Neandertalers hadden wat meer van die grote, sterke, robuuste speren. Mm-hmm. Maar die waren dus blijkbaar ook gooibaar. Ja, zeker door hun, want zij waren heel sterk. Ja, dus ze waren ook echt gewoon heel erg sterk. Ja. En heel goed in jagen. Gaaf. En ze joegen waarschijnlijk op mammoeten en op de rechthoornige olifant, een uitgestorven olifantensoort, op de wolharige neushoorn, op rendieren, op rode herten. Ja. Dus ja, ze hadden wel echt een uitgebreid dieet. Maar het leek er wel op alsof het vooral megafauna was. Ja. En dat zou ook een doodsoorzaak kunnen zijn, hè? Dat ze te veel op van één voedselsoort aten. Ja, zeker, ja. En dat verdween. Maar aan de andere kant, weet je, mensen zijn vrij aanpasbaar, ja. Dus dat is ook wel... daar is ook iets voor te zeggen. Ja, daar is ook iets voor te zeggen. Want mensen eten heel veel vis en dat deden ze ook. Oké, toch wel. En vogelsoorten aten ze ook. Want er zijn 143 soorten vogels gevonden, dus uh-huh. Ja, die aten ze waarschijnlijk ook. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ze zaten in de Peloponnesus, daar zijn allerlei oesters en andere krabbensoorten gevonden die opgegeten waren. Dus er is ook bewijs dat in Portugal dat er op grote schaal werd gevist. Oh, toch, oké. Ja. Gaaf. Ja. En in de Grotte di Castelcivita, in Italië, lijkt het alsof ze ook in zoetwater hebben gevist. Mm, ja, natuurlijk. Ja, kan. Nou, forel en paling. Of aal. Paling. Lekker, ja. Ja, ze aten bijna alles. Ja. Ja. Je hebt gewoon honger en je eet wat je vindt. Ja, weet je at wat je kon pakken. Ja. En dat is altijd, want ze worden dan neergezet als woeste, afschuwelijke jagers die alles opvraten wat ze maar konden vinden. Mm. Maar je at gewoon wat je kon eten. Ik vraag me ook af of ze bijvoorbeeld insecten aten misschien, weet je, als je honger had, waarom niet? Ja. Het is voedzaam, ja, je kan het gewoon eten.
Ze hadden ook een eigen manier van koken, weet je. Ze maakten vetvoorraden van beenmerg. Ze gebruikten kamille als smaaktoevoeging. Oh, bijzonder. Ze roosterden dennenappel, zodat ze de dennenzaadjes konden eten. Dus er is wel echt bewijs voor dat ze. Echt voedsel bereiden, ja. Ja, dat ze echt aan het koken Ja, waren. gaaf. Maar ja, het is niet helemaal rooskleurig, want waarschijnlijk aten ze ook dus zichzelf. Er zijn een aantal voorbeelden van kannibalisme. Dat is nooit goed. Ja, weet je, dat is jammer, maar helaas. Weet je, het is wel vaker voorgekomen dat mensen andere mensen opeten. In de natuur is het eten of gegeten worden. Er is niet echt een reden waarom dit. Ja, we weten het niet. Maar misschien als ritueel ontvlezen. Of voordat je iemand gaat begraven om ze te ontvlezen. Weet je? Of dat het oorlog was. Of dat ze hongerig waren. Ja, het kan natuurlijk ook uit nood zijn, inderdaad. Maar het zijn er niet heel veel, Oké. hè? Oké. Dus Dus niet hun standaard dieet, zeg maar. er waren ook meer snijplekjes op beenderen gecannibaliseerde Neandertalers dan op andere dieren. Dus misschien was het ook gewoon een inderdaad oorlog. Oké. Weet je? Ja. Misschien een ritueel, je weet het niet. Ja. Dus dat. Oké. En ja, ze waren wel. Ze waren niet alleen, weet je. Het waren apex predators of toproofdieren. En ze stonden ook vrij hoog in de voedselketen. Maar ze moesten ook het opnemen tegen ja, grote leeuwen en luipaarden, hyena's, grote hyena's, die had je ook. Jeetje, ja. Beren. Dus het was echt een high-stress environment. Tja. Maar ze moesten ook tegen andere topsoorten opnemen. Wie denk je, Peter? Tegen Homo sapiens. Ja, waarschijnlijk werd er wel, en niet per se dat we tegen elkaar vochten, waarschijnlijk zijn er gevallen geweest. Maar wij aten natuurlijk precies wat zij aten. En dat zorgt ervoor dat als de een er beter in is, dat de ander het zwaar heeft. Dus ja, Ja, lastig. denk je, dat is wel een ding, want wij aten alles wat zij aten. En er waren heel veel van ons. Dus Ja, misschien erg waren veel. er heel veel vissende clans Homo sapiens, heel veel jagende clans Homo sapiens, heel veel verzamelende clans Homo sapiens. Ja, dan blijft er vrij weinig over. Maar aan de andere kant, weet je, Neandertalers waren net zo aanpasselijk. Maar het waren wel barbaren, hè, Peter? Ja, zeker weten. Echt lelijke mensen, Ja, geen ja, ja. cultuur, geen structuur. Ze konden niet eens praten, ze maakten geen muziek, geen technologie. Dat is allemaal larikoek, want we hebben heel veel stenen gereedschappen gevonden. Ze maakten van een grotere steen, maakten ze allerlei kleinere speerhoofden en handbijlen. En ze maakten een fluit. Er is een fluit gevonden in de Oh, Neandertaler grot. very cool. Ja, en ze hadden natuurlijk sieraden hè, Ja, ik kan me voorstellen. van arenden, van arendklauwen maakten ze kettingjes. Of juwelen in ieder geval. En er is een schelp gevonden. Daar hadden ze puntjes in gehakt. Ja. Dus dat. Volgens mij zijn er ook kammen gevonden. En ja, die schijnen ook. Er schijnt ook status mee aangeduid te worden. Dus ze hadden ook echt een structuur en een cultuur. Ja, Nou, ze ja. maakten dus ook gewoon muziek met fluiten. Maar als jij het er al over hebt dat gorilla's gaan zingen. Ja. Dan gaan Neandertalers dat ook. Zeker weten, ja.
Echt, ik zou zo graag terug in de tijd willen om Ja. naast een kampvuur te zitten of zo. Of... Maar samen zingen is ook heel goed voor de groepscultuur en voor Ja. endorfine. Je krijgt er heel veel fijne stofjes van, hè? Maar het ding is ook, konden ze praten? Ja. Ja, weet je, ze hadden gewoon een strottenhoofd en stembanden. En als je ervan uitgaat dat zelfs als ze niet verbaal konden spreken, dan konden ze wel met handgebaren en andere geluidjes konden ze communiceren. Want als je ervan uitgaat dat een hele grote groep Neandertalers opging in Homo sapien cultuur of in Homo sapien clans en één stam vormden, dan moeten ze dus hebben communiceren met die groep. Ja, zeker. Als een groep mensen die van een andere etniciteit is dan een andere groep mensen in hetzelfde gebied komt, dan gaan ze met elkaar knokken. Dat is altijd zo, of in ieder geval bekvechten. Maar ze gaan elkaar ook begrijpen. Kijk naar België. Niet dat daar geknokt wordt, maar daar zijn soms meningsverschillen. In Irak, weet je, die mensen kunnen allemaal dezelfde taal. Je ziet het als een land een ander land overneemt. Er waren heel veel Nederlanders die Indonesisch konden en heel veel Indonesiërs die Nederlands konden. Ja. Dan was het ook helaas zo dat dat gedwongen werd, maar mensen zijn heel goed in leren met elkaar communiceren. Ja, je had dat in de inheemse Amerikanen. Die hadden verschillende clans, hadden ook verschillende taal, maar hun gebarentaal was uniform. Dus zo konden de clans met elkaar praten. Dat is natuurlijk ook een manier. Ja, weet je, we vinden altijd een manier om met elkaar te kunnen communiceren, want taal is rekbaar. Ja. En je ziet het ook aan de Duitse grenzen. Daar leven natuurlijk Nederlanders en Duitsers. Ik was laatst tanken in Duitsland. Nou, ik was misschien 1 kilometer de grens over. Nou, ik had niet door dat het een Duitse mevrouw was die Oké. aan de balie stond. Grappig. Ja, ze spreken gewoon Nederlands. Ja. En aan de Nederlandse grens spreken ze gewoon Duits. Ja, zeker. Ja, maar dan denk je ook van ja, weet je, dat waren natuurlijk half naakte woestelingen met ellendedoekjes en heel veel borstharen, weet ik veel wat. Ja. Dat is dat op een zekere hoogte ook wel zo, want als het in hetere klimaten is het ook wel handig om af en toe geen kleding te dragen. Want we konden geen luis vinden in Neandertalers, zeg maar. Dus het zou kunnen dat ze daar geen kleding droegen. Oké, ja. Of dat er een hele gespecialiseerde Neandertaler-luis was. En die kon niet overspringen op Homo sapiens. Zou kunnen, ja, Maar wie weet. Ja. in Europa hadden ze wel echt genaaide kleding. En ze hadden echt kleding gebaseerd op de temperatuur. En ze hadden hun eigen schoenen en stenen waarmee ze hun kleding konden schoonmaken. En sommige van die dingen lijken ook op scheerstenen. Oh ja. Dus misschien schoren ze zich. Maar ja, dat is iets lastig te bewijzen. Maar ze konden ook blijkbaar zeevaren. Gaaf. Oké. Ja, want ze zaten op Griekse eilandjes. Dus of ze Oh konden ja. heel goed zwemmen. Ja, dat is wel pittig vers van hoor. Ja, dus misschien hadden ze boten. Ja. Ja, ze kwamen ver. Gaaf. Maar al dit stoere gedoe en zo zorgde er wel voor dat ze af en toe verwondingen opliepen. Nou, die konden ze ook gewoon verzorgen. Weet je, ze hadden medicinale planten. En het lijkt erop alsof ze een soort van voorsoort van penicillum griesogenum hadden. Okay. Dus dat is niet echt penicilline, maar nou, wel een schimmelsoort die een beetje eenzelfde effect heeft. Ja. Dus ja. En ze gebruikten kamillen. Ja, het is ook kalmerend en rustgevend.
En ze reageerde ook waarschijnlijk op bittere smaak. Ja. En dan wist ze van, oh, het is bitter, dus waarschijnlijk is het giftig. Maar ze hadden ook de gewone druif en pistachenoten. Een Perzische plant. En eikels, die gebruikten ze ook wel. Ze hadden ook echt een systeem om met vergiftigingen om te gaan. Gaaf, Zeg maar, en met ziektes. ja. Ja, maar wat voor taal spraken ze dan, Peter? Gewoon Ja. een beetje klanken die je hebt afgesproken samen. En zoals ik zei, het is waarschijnlijk gewoon echt wat mensen spraken, zeg maar. Of in ieder geval dat het erop lijkt. En uit genen lijkt het erop alsof er genen aanwezig zijn die erop kunnen duiden dat ze konden praten. Maar het lijkt er misschien wel op alsof mensen wat meer de neiging hebben om te communiceren en te praten dan Neandertalers. Maar ja. Ja, dan kun je naar het hersengebied kijken voor talen en zo. Maar ik geloof ook al dat ze bij sommige apensoorten al zien dat het wel mogelijk zou kunnen zijn om ze te leren praten. Ja. En dat het ook fysiek mogelijk is om de klanken te kunnen maken. Het is alleen, ja, dan de behoefte creëren, dan zorgen dat zo'n beest het gaat doen. Ja, Ja. lastig. Nou, we weten dat ze graven hadden en dat ze met allerlei giftes werden begraven, speciale planten, Ja, dus spirit. ze hadden wel echt een ritueel daarover. Ja. Ja, oké. En kinderen en baby's, die hadden wel echt hun. Die hadden echt wel schatten en schatten gemaakt van bot bij zich. Dus er was wel echt een. Ja, niet echt een geloof, maar wel een ritualistisch omgang met de dood. Ja. En er is ook een. Kiek Koba op de Krim, die had een puursteen stukje en daar was wel echt op gegraveerd. Oh, oké. En Teshik Tash 1 uit Oezbekistan, die had een cirkel met ibex horens om zich heen. En een stuk lijmsteen om zijn hoofd te ondersteunen. Ja. Dus er werd Gaaf. wel echt respectvol omgegaan met de dood. Ja. En het schijnt ook dat er een man met Spina bifida is gevonden. En ze denken dat het een Neandertaler man is. En die was best wel oud geworden. Voor iemand met Spina bifida. In de steentijd. Ja. In de ijstijd. Heel gevaarlijk. Hoe doe je dat in je eentje met Spina bifida? Dat kan niet. Nope. Dus het zou kunnen Samenwerking. dat ze gewoon zorgden voor elkaar. Net zoals wij. Hoezo barbaren? Ja. Er is heel veel te vertellen over de Neandertaler. En ik denk dat ik nu in ieder geval een wat completer plaatje heb geschetst van de Neandertaler en hoe die zich gedroeg. Ik wil het nog heel even hebben over de Neandertaler in popculture en hoe dat veranderd is. Want het begon natuurlijk als een hele behaarde holbewoner die altijd naakt. Ja, ja. Rondliep en ze liepen wel op twee benen, dat was al vrij modern, Ja, Peter. dat is Want wel goed, ja. ja, maar goed, daar eindigt het niet mee, helaas. Want daar konden ze niet praten en dan was het oega boega. Nou, kijk, ik denk dat ze wel zo communiceren, want dat doe ik af en toe ook, maar. Dingen als ja, ze hadden geen humor en ze konden niet denken, dat is tegenwoordig hevig omstreden. Ja. Weet je, van misschien hadden ze wel cultuur en modern begrip. Er wordt ook hun schedel is groter dan die van een Homo sapien. Dus er wordt misschien gezegd van oh. Zou het kunnen dat een Homo sapien of een Homo neandertalensis slimmer is dan een mens?
Misschien wel. Ja, wie weet, ja. Ja, en je ziet, je hebt een boek en dat heet De Aardkinderen. Dat gaat over een meisje en dat wordt gevonden door een Neandertaler groep en die groeit daar op. En dan zie je hoe de Neandertale cultuur is. En op zich zijn ze daar al vrij modern, maar dingen als tellen of met elkaar praten, dat doen ze niet veel. Dat doen ze het via inderdaad gebarentaal. Oké, ja. Dus dat is primitief. En je hebt steeds meer manga waar ze in voorkomen, maar ze zijn altijd wit en barbaars en ze willen mensen opeten en zo. Ja. En als het een medium is, een film wat niet gespecialiseerd is in de steentijd, dus stel je voor een film als Tarzan of Conan the Barbarian, dan zijn het altijd wilde mannen met lendendoekjes, met Ja, knuppels. ja. Maar je hebt nu in 2004 kreeg je de documentaire Walking with Cavemen. En voor die tijd was het een vrij coole titel, maar nu is het een beetje achterhaald. Maar Ja. goed, daar kunnen ze ook maar zoveel aan doen. Het is 20 jaar geleden. Maar daarin werden ze al wat meer neergezet als slim en intelligent. Ja, mooi, mooi. Maar ze konden nog niet abstract denken. Oké. En of dat zo is, dat is hevig omstreden. Ja. Maar je hebt nu bijvoorbeeld wel een serie genaamd Out of the Cradle. Daar wordt de evolutie van de mensen, dus ook de Neandertaler, uitgelegd. En daar wordt inderdaad gezegd van ja, waarschijnlijk gingen ze dus op in Homo sapien clans. Dus dat is al veel en veel moderner. Gaaf. En je ziet het steeds meer, hè, dat er na wordt gegaan van ja, maar hoe waren ze nou? En waar waren ze? En waren we nou echt, of waren ze nou echt zo dom? Of is dat gewoon een misconception? Ja. Ik denk dat de Neandertalen wel steeds in ieder geval positiever wordt neergezet Ja. in film. En het kan altijd beter, maar we weten nu zoveel van onze voorouders eigenlijk. Want even ter verduidelijking, de vraag van zijn we voortgekomen uit Neandertalers? Dat is een nee en een ja, maar het gaat erom, we zijn uit Heidelbergens, we denken dat we uit Heidelbergensis zijn voortgekomen. Maar dat is dus ook omstreden, want er mis geen bewijs en dat is wel gek. Maar in ieder geval, Homo Heidelbergensis, daar was een begin. En daar kwamen we dus allebei uit voort. Oké, ja. Nou, daar ging een aantal jaar overheen. En toen zijn we dus gaan voortplanten met Neandertalers. Dus een ja en een nee. Ja, een beetje. Ja. Maar voornamelijk de Homo Over het sapien. algemeen niet. We zijn voornamelijk Homo sapiens. Maar een aantal van onze voorouders, dat waren dus Homo Neandertaler sapiens. Oké, gaaf. Moderne Neandertalers. Ja, Ja. Neanderthal. Neandertal. Het is zo'n simpele mooie naam. Het Neandertal. Ja. Tal. Ja. Tal. Ja. En het ding is, hij is dus niet gevonden. Of de eerste is dus eigenlijk niet gevonden in Duitsland, maar in België. Ja. Dus ja. Zo gaat dat. Ja, het is maar net wie hem als eerste identificeert, hè? En Hoe het waar? klinkt. Ja, en Weet waar. je, ik denk dat mensen dat ook wel denken van, oh, er wordt iets gevonden, dus we weten gelijk wat het is. Nee. Nee, daar gaat maanden onderzoek aan vooraf. Ja, en het is ook Misschien wel soms liggen dingen jaren. in een kluisje en dan Ja. jaren later gaan ze er pas naar kijken, komen ze er Ja, pas aan toe. ik had het over de drakenman, de Homo longi, die is al in
1932 gevonden of zo. Ik weet niet Oh, precies of dat de jij. tijd. Ja, alleen hij lag gewoon in China ergens. Lag hij in een Ja. kabinet. En dan wordt er na een tijdje zo van: oh, ik wil daar wel even naar kijken. En dan. Dit lijkt toch wel anders dan anders. Ja, grappig. Of in 1933 was hij dus gevonden. Oké. En in 2021 werd hij Homo longi genoemd. Omdat. Chinese wetenschappers ernaar gingen kijken. Ja. Dus ja, het is niet van: oh, ik vind een Tyrannosaurus. Het is: oh, dit is gek. Het Ja, lijkt wat op is een bot en het zit in de grond. Help, ga er naar kijken. het? We weten het niet in één keer. Ja, gaaf, Karsten. Gaaf hoe we zo langzaam een beeld schetsen. Ja, weet je, we weten dus bijna al 200 jaar dat een Neandertaler een ding is. Of in ieder geval, we hebben hem 200 jaar geleden gevonden. Ja. Dus dit was even een reis door de tijd. Weet je, ik heb het al over Lucy gehad. En nu dus ook over de Neandertaler. Ja, weet je, er is zoveel te weten over. Of zoveel te leren over onze, ja, verre voorouders. En hoe die nou eigenlijk leefden. Want ja, er wordt gewoon helaas niet goed verteld hoe het nou in elkaar zit. Nee, Dat maar is dit wel is echt wel een jammer. stap verder dan Lucy, hè? Lucy was toch wel Ja. wat Ja. simpeler. Dit was Gewoon een soort miljoenen jaren apenklem, zou je verder. bijna zeggen. Ja. En dit was al gewoon een mens. Ja. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we leren van: ja, weet je, we waren geen wilden, tussen haakjes, we waren mensen. Weet je? En daar moet niet op neergekeken worden. Nee, helemaal mee eens. Ja, Weet je, nu heel zijn erg we mee eens. allemaal hetzelfde. Vroeger waren er misschien wel 13 verschillende mensensoorten die rondliepen. Ja, Kan je ja. dat voorstellen? Ja, wel bizar, hè? Ja, wel Ja. grappig. Weet je, in fantasiefilms heb je allerlei elfen en dwergen en weet ik veel wat. Dat was dus echt zo. Alleen dan heette het geen elfen en dwergen. Nee. Wel hobbits. Ja, wel hobbits. Wel hobbits. Ja. Maar Peter, dat is wel een goeie. Dat klinkt gewoon bijna als een bestiariumaflevering. Ja, zal ik dan eens over de elfen gaan hebben? Want wat is dat nou Oh, precies? ja. Dan heb ik denk dat ik wel wat heb, die heb ik nog niet genoemd vandaag, maar je had een Homo erectus, ja, nou ja, insert fallusgrap hier, Ja, terecht. maar het was een daadwerkelijk bestaande mensensoort, en het betekent natuurlijk dat ze rechtop stonden. Ah, yes. Het eerste moment dat we echt rechtop op twee benen gingen lopen. Ja, daar stonden ze onbekend. Ja, dus dat lijkt me een goede match-up, Peter. Misschien wel de meest succesvolle mensensoort ever tegen elfen. Ja, Ja. tegen elfen. Elfen zijn natuurlijk heel magisch, heel bijzonder. Maar ik Ja. weet eigenlijk niet zo goed precies hoe ze zijn begonnen. Dus dat ga ik wel even uitzoeken. Ja, en ik ga kijken hoe de Homo erectus zich voortbewoog en alles. Ja, super. Bijna wel een penisgrap, Peter. Bijna toch. Maar ik denk we hebben een match-up, Peter. Zeker, we hebben een Dus match-up. Volgende keer. luister, tune in voor onze volgende bestiariumaflevering: de elf tegen de Homo erectus. Yes. Hey, tot ziens. Yes, tot de volgende keer. Dag, Peter.